Goedemiddag, team Hendricks in Kassel. Bedankt voor de uitdaging betreft de challenge over de coronavirus. Wij ervaren deze challenge om even uit te leggen wat ons bedrijf aan deze coronavirus doet. En wat wij best ook wel last daarvan hebben. En daar gaan we wat uitleg over geven. Deze uitdaging is niet door mijzelf aangenomen. Die is door onze financiële controller Hans Onning aangenomen. En die heeft mij even gevraagd om wat te gaan vertellen over ons bedrijf en hoe wij daarin staan. En dat doe ik natuurlijk graag om even wat te laten zien. En ik zal zeggen, loopt u maar eens even mee. Hier lopen we de inkomsthal naar binnen. En dan zult u gelijk zien als we naar het eerste kantoor gaan. Waar het desbetreffende persoon zit die mij deze filmpjes laat maken. De heer Hans Onning. Dat wij hier ook met minder mensen zitten. Een aantal mensen werken thuis, sommige mensen kunnen niet thuis werken, maar een groot gedeelte wel. Ook hier houden wij rekenschap met zeker de 1,5 meter afstand. Het geluk is dat wij hier nog losse kantoren hebben, dat men ook apart kan werken. En wat wel best een toegevoegde waarde is in deze situatie, om dat probleem met elkaar op te lossen. Nu door naar onze bedrijfskantine. We hebben bij onze bedrijfskantine een papier neergehaald waar de voorwaarden op staan. Hoe wij de pauzes indelen. Alle pauzes die gehouden worden, die worden in kleine groepen gehouden. En om de half uur voor de middagpauze en de andere pauze om de kwartier. En dat volgt elkaar op. Daarin hebben wij aangegeven aan de mensen dat ze niet dicht bij elkaar kunnen zitten. Wat ook geadviseerd is door het VRME. Wij zien hier dat de tafels allemaal staan. De mensen zijn nu allemaal weer aan het werk. En dat iedere groep 1,5 meter uit elkaar zit. Het is erg geaccepteerd door ons personeel, waarbij wij ook wel de attentie naar de mensen toegemaakt hebben van dat er buiten gerookt wordt wat normaal is. Daar zien we toch af en toe een aantal mensen vrij dicht bij elkaar staan. Daar hebben wij ook aangegeven dat ieder ook in deze tijd hun eigen verantwoordelijkheid moet nemen, ook in dat soort dingen, om de 1,5 meter afstand te accepteren. In onze productie hebben wij het grote voordeel dat het machinepark goed uit elkaar staat. Dat de mensen niet vaak met tweetallen of drietallen moeten werken. En dat men allemaal minimaal al 1,5 meter uit elkaar staat. Ik laat hier even een beeld zien van het gedeelte zoals we nu daarin werken. Wat ook erg belangrijk is binnen onze organisatie is natuurlijk dat de goederen wel aangeleverd blijven en dat wij ook goederen uitleveren. Er wordt veel glas bij ons afgehaald. Wij hebben daar een mailing naar alle klanten toe gedaan dat afhaal vanaf het begin van de coronavirus niet meer mogelijk is. En dat wij alle spullen via onze transporteur Timmermans Transport uit Staphorst gaan brengen bij de klant. Nou, dat is altijd niet even prettig voor iedereen omdat men dan een andere planning moet maken. Maar op zich wordt het vrij goed geaccepteerd en zijn daar wel geen problemen mee. Betreft het werk binnen onze organisatie droogt dat langzamerhand ook op. We werken normaal in twee ploegendienst. Maar wij hebben aangepast tot vorige week naar een dagdienst. Die dagdienst was toch wel iets te krap in de bocht, door de bocht heen. Die hebben wij weer opgeschroefd naar een geschoven dagdienst. Van morgen 6 tot avonds 6. Echter zie ik het werk wel opdrogen in de handel. Ik hoop dat wij in de toekomst, of de komende weken, allemaal een beetje positief door kunnen doen. Dat wij positief blijven denken over wat we allemaal gaan doen. Dat we zorgen dat onze leveranciers betaald worden, dat onze mensen betaald worden. Uiteindelijk heeft de regering het erg goed voor met ons, waar ik heel erg blij mee ben. Dus als je een beetje een gezonde organisatie bent, dan zou ik zeggen dat, dat wij eigenlijk niet hoeven te zwichten, of in ieder geval niet hoeven te hopen dat het niet goed gaat. Daarin adviseer ik wel alle mensen met hun bedrijven om met goed te schakelen, arbeidstijdverkorting aan te vragen. In ieder geval kijken, als je je leningen uit kunt stellen, hypotheken, ja, er zijn mogelijkheden genoeg. En ik hoop dat we met z'n allen hier goed door gaan komen. En dat wij na een aantal weken weer heel veel werk hebben.